een pijpenlegger, een S-Lay Stinger, een J-Lay Tower. Nou, waarschijnlijk heb je echt geen idee waar ik het nu over heb. Maar na deze reportage weet je echt alles over de offshore-industrie. Hier bij Keppel voor Olmen bouwt namelijk Allseas een nieuw offshore-schip, Audacia. De offshore-industrie is een heel bijzonder wereldje. Gigantische platformen en ingewikkelde schepen, zoals deze pijpenlegger, hier in de Golf van Mexico. Een offshore-schip ligt maandenlang op één locatie om olie- en gasleidingpijpen over de zeebodem te leggen. Bijvoorbeeld van boorplatform naar boorplatform, of van land naar land, of van platform naar land, enzovoort, enzovoort en vice versa. Op die manier wordt olie en gas dus getransporteerd. Om die leidingen over de zeebodem te leggen, heb je een schip nodig waarin de pijpen als een lange slang aan elkaar gelast worden en via een speciale stalen constructie uit het schip over de zeebodem worden gelegd. Die constructie heet een stinger. Ingewikkeld allemaal, hè? Hier nog even wat extra uitleg van onze pijpenspecialist André. Dit is het schip. In dit schip zit de stinger voorop. Dus een grote constructie. Wat er gebeurt is dat we aan boord een leiding hebben die we zo met een S op de zeebodem leggen. Voor in het schip komt iedere keer één stukje pijp erbij. Die wordt hier gelast, hier gelast, hier gelast, hier gelast, hier gelast. Wordt die gecontroleerd. Hier wordt die met coating, komt erop om te beschermen tegen de last te beschermen. En uiteindelijk gaat die zo naar de zeebodem, een krijtjes op. Krijtjes op, maar oké, dit is dus het verhaal. Ja. Zo wordt dus een pijp over de zeebodem gelegd. Correct. Dit is jullie nieuwe aanwinst dan, ja, maar het is geen nieuw schip, hè? Nee, het is een, de filosofie van Allseas is dat wij een pijplegschip altijd van een bestaand schip verbouwen. Omdat we op die manier veel sneller een pijplegschip op de markt kunnen zetten. Veel sneller in kunnen zetten. Dus wat was dit? Dit was een bulk carrier. Dus een bulk carrier die dus ijzerrest vervoerd heeft. Maar dan moet je dus helemaal ombouwen nu? Ja, helemaal ombouwen. Dus we gaan die oude ruimen die erin zitten, die gaan wij een machinekamer van maken. Maar ook opslag voor pijpen. Pijp gaan we erin opslaan. En er moet nog veel meer aan deze jonge dame worden verbouwd, die in januari 2005 eigenlijk pas is opgeleverd. Audacia krijgt nog kranen om pijpen aan boord te hijsen. Er komt een compleet nieuwe accommodatie voor maar liefst 240 man die elkaar in de volcontinu dienst afwisselen. Vervolgens een helikopterdek. Je kan moeilijk zwemmend aan boord komen op open zee, hè? En dan natuurlijk nog de stinger. De constructie voor op het schip die de pijp ondersteunt als hij het water ingaat en zo voorkomt dat hij knikt. Kortom, zo'n offshore schip is een drijvende fabriek. Bedacht door verschillende technische genieën zoals Kasper. Ik ben nu bezig om een tweede pijplegstraat in het schip te realiseren. Dus naast de hoofdleiding die je legt, kun je ook nog een tweede extra pijp bovenop die hoofdleiding leggen. En ik ben ervoor aan het zorgen dat die dus erbij kan komen. En waarom zou je een tweede leiding nodig hebben? Nou, je kan natuurlijk één pijpleiding leggen, maar als je in één klap twee pijpleidingen kan leggen, ben je sneller klaar. Dan kun je dus meer pijpleidingen leggen in een kortere tijd. Maar wat vind jij nou eigenlijk leuk aan de offshore? Als je kijkt naar de offshore is het een markt waarbij heel veel dingen gebeuren. En het is niet alleen maar veel, het is vaak groot en massief. En het zijn dingen die je niet zo goed kan voorstellen. Dus eigenlijk begin je met iets op papier wat heel klein is en er heel simpel uitziet. Maar hoe verder je gaat, hoe mooier het wordt en het wordt ook gewoon daadwerkelijk gerealiseerd. En dan ook enorm groot allemaal. Als je dan ziet wat je zelf bedacht hebt op kantoor en het wordt uitgevoerd en er wordt aan gewerkt, dat geeft je natuurlijk wel een enorme kick in. Wat is dit? Dit is een thruster. Dit is een van de 6 groeven die onder de Audacia zitten als we aan het pijpleggen zijn. Deze houdt het schip op de juiste locatie. Dit is een onderdeel van het DP-systeem. Dat is het Dynamic Positioning Systeem. Dus daarmee kunnen we precies op een locatie blijven liggen, zodat we die pijp heel precies kunnen neerleggen op de zeebodem. Ik ben een jaar geleden begonnen bij Allseas, dus ik werd net iets meer dan een jaar geleden afgestudeerd.
En als ik nu kijk naar Allseas, dan ben ik eigenlijk in een hele korte tijd heb ik heel veel verantwoordelijkheid gekregen om mijn werk te doen. Ik ben met grote projecten bezig die al veel invloed hebben op het hele systeem. En dat geeft wel een heel mooi gevoel, een enorme kick. En dan tot slot nog wat feiten op een rij. Dit nieuwe schip is 225 meter lang, 70 meter hoog, 32 meter breed, bestaat uit 30.000 ton staal en zal in het voorjaar van 2007 in de vaart worden genomen op naar de eerste klus als echte Astley pijpenlegger.